gaat jullie horen. Yeah. Zoals je hoort. Zitten alle Funnies DJ's hier in de building. Want er gaat iets groots gebeuren. In de week van 18 tot 24 november zal Funnies geheel in het teken staan van de 1000 dikste hit. 5, 4, 3, 2, 1. De stembussen voor de dikste 1000 op Funnies zijn geopend. En vanaf nu kan er dus gestemd worden. Dus nu gaat het los. Ik ben heel benieuwd. Zeker wat in die hoge regionen terechtkomt. Dus ja, in de top 100 zeg maar. Een week lang 1000 platen. En de Funnies luisteraar bepaalt via Funnies.nl welke platen dat zijn. It's amazing. Ja, een paar platen die sowieso in mijn top 4 of 5 zouden zitten. Ja. Hey. Verrassend, hè? Hey. Ik had het zo kunnen raken. dat is mijn top 5. Dulcie, wat is voor jou zeg maar je all-time favorite track? Ja, all-time favorite. Het was echt lastig om erover na te denken. Want je hebt in de afgelopen jaren natuurlijk zoveel tracks voorbij horen komen en gedraaid. En ben ik op los gegaan. Maar als ik dan toch denk aan een all-time favorite, dan denk ik aan een track waar ik toen echt blij om was dat we het bij Funnies draaien. Omdat het mij ook herinnert aan mijn eigen jeugd. Mijn vader draaide het altijd. En dat is dan The Classic en Mini. Come on, Mini. Ja, Casa. Oh, die heupen gaan van links naar rechts. Mini. Dus stem zeker op Kassaf, maar gooi ook jouw favoriete tracks ertussen. Want het gaat uiteindelijk om 1000 tracks. Weet je? 1000. Skateboarden, I'm off that. Label execs, I'm off that. A&R's, I'm off that. But DJs, I love that. Poppin' bottles, I'm off that. VIP, I'm off that. Making it rain, I'm off that. But DJs, I love that. I'm off that, but I love that. Er wordt gedanst in de Funnies Studio, dat wil je niet weten. So You Think You Can Dance, right here in the building. We hebben allemaal Funnies DJ's in de building, want vandaag is een bijzondere dag. We hebben namelijk het volgende gelanceerd. Mensen kunnen dus op dit moment hun stem uitbrengen om hun favoriete track. En dat allemaal ten behoeve van de dikste 1000. Ja, wat is jouw favoriete Funnies track? DJ Chucky met de Party Crasher. Met de Party Crasher. Maar net zeg je dat je Murder She Wrote wil horen. Ja. Je weet ook niet wat je wil. Nee. Echt een vrouw. Het is een vrouw, inderdaad. Ik gooi je Shaka Diva Supply Murder She Wrote in. Ja, nee, dit is wel mijn nummer 1. Ja, waarom is het je nummer 1? Ja, gewoon. In de tijd dat ik echt kennis heb gemaakt met Funnies. DJ Batman. Ja, ah, snel, hou voor op. Kwam ook voorbij inderdaad. Maar ook tracks als Kaliber met dansen bijvoorbeeld. Op deze hebben we nog gescheurd, Ashna. Niet ontkennen. Vertel eens, wat is jouw bijzondere Funnies moment? Mijn bijzondere Funnies moment? Ja. Bijzondere Funnies moment. Zo, dat is een moeilijke. Mm-hmm. Dat is een moeilijke. Zal ik het makkelijk maken dan, zeg ik, je favoriete Funnies plaat? Mijn favoriete Funnies plaat, Justin Bieber, baby. Waarom? Nee. Maar dit moet je uitleggen, dat begrijp je wel, hè? Nee, even serieus, een favoriete Funnies plaat is denk ik een, toch wel een slow jam. Een Donnell Jones of iets dergelijks. Dat zijn mijn favoriete Funnies platen. Okay. Tracks die je vroeger nergens anders hoorde. Ik zei nog tegen een goede vriend van me van, heb je die nieuwe zender gehoord? Funnies, ze draaien gewoon Shep Khalid, Kivesh. Als je het mij vraagt, Beanie Man met Street Life is een track waar ik echt goede herinneringen aan heb. Uit de beginperiode van ik bij Funnies werkte. Heerlijk. Maarten! We willen van jou weten wat jouw favoriete Funnies plaat is. Als ik je vroeg net moet kiezen, dan zeg ik nu Egyptian I Can Feel Your Pain. Maar vraag me morgen, dan heb ik weer een andere voor je. Maar het is in ieder geval reggae, dat weet u ervan zeker. Die moet in de top 10 moeten minimaal 3 reggae platen. Oké. En Michael Jackson. En Michael Jackson. En Tupac. En Kaliber. En 50 Cent. Ja. En Emery. En Mariah Carey. Vertel eens even over jouw favoriete dikste plaat. Ik heb er een paar. Kenny B en Benaiza. Als het gaat om tracks, weet je wel, van eigen bodem. You Faya. Vind ik gruwelijk. Trouwens, P-Square van Martin. Jij personally. Gaat los altijd als je die draait. Je wil me niet zien. Je wil niet zien wat er gebeurt in de studio. Dat soort dingen zijn voor s'nachts. Ik zeg het. Gebeuren dingen. Vandaag een hele dikke show. Alle Funnies hits kwamen vandaag voorbij. En jij kan jouw stem uitbrengen op jouw favoriete Funnies tracks. Dat allemaal voor de dikste 1000. De dikste platen achter elkaar. Door jou uitgezocht.